het lied Deus ad adjuvandum festina uit de Maria Vespers van Claudio Monteverdi hebben we u begroet. Welkom dames en heren op ons jubileumconcert. Welkom, fijn dat u met zoveel gekomen bent. U gaat dames en heren vanmiddag met ons koor een reis maken door eeuwenmuziek. Van Claudio Monteverdi in de 17e eeuw tot John Rutter in de huidige tijd. En het is bijzonder dat vanmiddag niet alleen ons koor zingt, maar dat ook in hout- en koperblazers ensemble van Harmonie des Amerionie instrumentale medewerking verleent. Bovendien kunt u genieten van een kinderkoortje dat speciaal voor deze gelegenheid is samengesteld uit kleinkinderen van leden van ons koor. Het concert, dames en heren, wordt evenwel overschaduwd door het overlijden van onze secretaris en erelid Ed van Helver, voor wie wij afgelopen woensdag de uitvaartmis gezongen hebben. We zullen Ed in dit concert gedenken, niet met enkele ogenblikken stilte zoals gebruikelijk is, maar met gezang. Gezangen, waaronder enkele gezangen die hij zelf meegezongen heeft. Laten we beginnen met het concert. Ik wens u veel luisterplezier. Dames en heren, goedemiddag. Je hebt net naar Monteverdi geluisterd, het openingskoor. Het duurt maar 2 minuten, het hele dag duurt meer dan 2 uur. Dat wilde u toch besparen. Monteverdi was een groot vernieuwer. En hij was eigenlijk een van de eerste die dus instrumentalisten niet hetzelfde niet spelen als het koor. Dus hij gaf hun een eigen rol. Dat heb je vandaag ook kunnen horen. Dat is prachtig.